Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Niet met Leslie deze keer, maar met Sven van Zigzag HR. En ook ik daag jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons via je favoriete podcastkanaal. Op 11 mei reikte Zigzag HR tijdens Unmask Your Talent de allereerste Zigzag HR Zorro Award uit. Onder andere die voor Lifetime Achievement Award, de ultieme bekroning voor een succesvolle loopbaan in HR. Jan van Akkeleijen mocht die award naar huis gaan. En al die expertise, kennis en ervaring willen we natuurlijk zoveel mogelijk met jullie delen. Daarom kruip ik vandaag in deze podcast in zijn hoofd en het gaat er druk worden, want ik neem Christine van den Bergen mee, CEO van Lijncom en awardpartner van de Zigzag HR Zorro Awards. We gaan het hebben over change, reskilling, vertrouwen, HR-trends en nog zoveel meer. Welkom. Dag Jan, de Lifetime Achievement Award. Wordt het nog beter dan dit, denk ik dan. Sinds 2016 ben je aan de slag bij Proximus, na een heel mooi parcours bij voornamelijk high-tech bedrijven zoals Alcatel, Agfa, Gevaert, Barco. En jij zet in het peoplebeleid in elk van deze bedrijven op de agenda. HR-professionals zien in jou niet alleen een inspirerend leider, maar ook een gerespecteerde stem in HR en daarbuiten. Als human capital leader heb je heel wat change begeleid. En verandering gebeurt niet door een burning platform te creëren, heb ik ooit gelezen in een interview met jou, maar wel door perspectief te bieden. Liep daar ergens een rode draad? Is er iets wat dat onmiskenbaar is gebleken in elk van die projecten? Ik denk voor eerst, Sven, dat niet alle projecten even succesvol waren. Dus er zal altijd wel een rode draad geweest zijn. Maar of dat ze allemaal even succesvol waren, dat weet ik niet. Maar als ik kijk naar de projecten waar ik denk ik meest fier op ben, dan hebben die te maken met teamwork. Die projecten doe je niet alleen eigenlijk. Dan zijn het projecten waarbij je, ondanks de moeilijkheden tijdens het project en voor het project en alle twijfels die daarmee samenhangen, vertrouwen creëert of tankt uit het feit dat je op het einde van de rit toch een perspectief creëert voor de organisatie, voor de medewerkers. Wat ook belangrijk is, denk ik, in die trajecten die goed waren of succesvol waren of waar er voldoening was voor velen, buiten het perspectief is eigenlijk rekening houden met de waarde van iedereen. Toch wel iedereen in zijn waarde laten. Een stukje respect ook. Duidelijke communicatie naar alle betrokkenen, alle stakeholders. Voor toch ook wel heel belangrijk, denk ik, is dat je dat als een leiderschapsteam kan doen. En dat het niet alleen een HR-project is. En dat het eigenlijk een project is van gans de organisatie. En dat je dat in vertrouwen kan doen. Alleen vertrouwen zal later in het gesprek nog aan bod komen. Maar vertrouwen in de mensen met wie je het doet, maar ook vertrouwen in de context, de organisatie. En dat je de mensen in de ogen kan kijken op het einde van de rit. Ik denk dat dat gemeenschappelijke elementen waren. En dan nog één misschien. Je hoeft niet alle details te plannen, maar details worden tijdens de uitvoering wel belangrijk. En daar moet je attent voor blijven door dicht bij het terrein en dicht bij alle betrokkenen te blijven om die signalen goed te capteren. Ja, vinger aan de pols. Ja. Ja. Christine, ook jij kan terugblikken op een indrukwekkend parcours. Hè? Easyverse, Mediahuis, SBS, Saatje en Saatje. Je werkte samen met Peter Vermeersch, Van der Meersch, sorry. Leslie is daar best wel jaloers op dat je daarmee samengewerkt hebt. En we botsen op een interessante passage uit een interview met jou. En hier zijn we er al mee. Een carrière is gebouwd op vertrouwen. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Vertellen. Klopt. Peter was inderdaad een zalige hoofdredacteur om met samen te werken. Dus Leslie heeft best wel gelijk dat ze jaloers is. Ik had het geluk alleszins om het vertrouwen van hem te krijgen. En als we het over vertrouwen hebben, dan vind ik dat een van de belangrijkste waarden in ons leven. We hebben nooit leren lopen omdat ons moeder of ons vader ons handje heeft losgelaten en ons het vertrouwen gaf om alleen iets te doen. Dat maakt dat je zelfvertrouwen krijgt, dat je ook leert, dat je bijleert, dat je evolueert, dat je groeit. En eigenlijk is dat in het bedrijfsleven niet anders. Wij als leidinggevende hebben de plicht om onze mensen vertrouwen te geven. Weliswaar, vertrouwen geven betekent ook
Vrijheid geven, maar verantwoordelijkheid nemen. En dat is tweerichtingsverkeer. En het is net dat vertrouwen geven dat je als leidinggevende ook heel veel voldoening geeft. Want vaak kunnen mensen iets beter dan dat jij het zelf kan. En leer je zelf doordat je iets uit handen hebt gegeven. Dus voor mij een belangrijke waarde. Ja, inderdaad, inderdaad. Nog een belangrijke waarde is denk ik duurzaamheid. We moeten mensen duurzaam aan de slag houden, context creëren waarin iedereen een duurzame loopbaan kan uitbouwen. Maar wat betekent dat duurzaam? Toen ik die vraag hoorde, Sven, duurzaam. En wat zit er in dat woord duurzaam? Is eigenlijk iets wat blijvend is en ook iets wat van waarde is eigenlijk. En duurzaam loopbaan, duurzaam werk heeft te maken met, denk ik, blijvend waarde realiseren voor de mens, individu, maar ook voor de organisatie en ik denk ook een stuk voor de samenleving of de context eigenlijk. Als je naar mensen kijkt, heeft dat voor mij toch wel te maken met, werk heeft iets te maken met identiteit. Kan je daar een identiteit, is dat een stuk in lijn met je waarde, denk ik dan? Heeft ook te maken met zelfwaardegevoel. Helpt werk om een stukje in je waarde of waarde te realiseren, ook voor jezelf. Een stuk ontplooiing, een stuk bijdrage kunnen geven is daar essentieel in. Maar het is iets wat voor veel mensen verschillend is ook. Ja. Dus in die zin vind ik het ook niet te vatten. Wat voor jou duurzaam is, is misschien voor mij minder duurzaam. Dus het is vaak een individueel verhaal, maar wat gemeenschappelijk is, is voor mij is dat je toch wel mensen in hun kracht probeert te zetten en helpt om keuzes te kunnen en te durven maken om dat werk te kiezen dat voor hun inderdaad duurzaam is. Ja. Ook een stukje purpose, hè. Waarde creëren, toegevoegde waarde creëren. Als je dat kan doen in je werk, dan heb je ook het gevoel dat je goed bezig bent. Daar is ook een stukje reskilling, komt daarbij kijken. Ik vind het superbelangrijk dat mensen blijven leren. Ik hamer daar echt op in de organisatie. Ik zeg ook van kom alsjeblieft met opleidingen. Ik ga je niet leren kantklossen. Maar ik wil wel dat mensen bijblijven, meeblijven. Zeker met de evolutie die er digitaal voor ons komt. Hè. Artificiële intelligentie, hoe gaan we daarmee om? Onze job gaat er helemaal anders uitzien binnen 5 jaar. Ja. We moeten ons daar bewust van zijn. En we moeten dat vooral omarmen en daar geen schrik voor hebben. En ik denk dat we duurzaam, hè, ik vind het ook een beetje een moeilijk woord, wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Dus ik hou ervan dat je zegt dat het meer met waarde en met purpose te maken heeft. Ik denk dat we sowieso dat moeten omarmen. En dat we moeten die toekomst bij ons houden en die een warm hart toedragen en niet van ons afduwen en niet zeggen het wordt allemaal slechter. Nee, leer bij, omarm die vernieuwingen en dat zal ervoor zorgen dat je ook in de toekomst gelukkig kan blijven in je job. Ja. Nu, voor een groot bedrijf zoals Proximus, hoe kan je dan zorgen dat iedereen effectief die kansen blijft krijgen om zich te ontwikkelen of te reskillen? Ik denk, alleen voor hoe we het bij ons trachten te doen, en ik denk niet dat het voor de 10.000 mensen altijd even succesvol zal ingevuld worden. Ik denk, 1, echt investeren in opleiding. Ja, dus, en opleiding niet alleen op vraag van het bedrijf, maar ook op het initiatief van iedere medewerker. Dus er is veel keuzemogelijkheid, waarbij we echt inzetten op de basics, bijblijven, maar ook echt fundamenteel reskillen, upskillen naar een andere job als mogelijkheid. Maar leren doe je niet alleen formeel, doe je ook door intern mobiel te zijn. Dus er zijn meer dan 1.000 mensen per jaar die een andere job innemen. Leren doe je ook door samen met andere projecten te doen. Door projectwerk, niet alleen met vakgenoten, maar ook met mensen van andere disciplines. Dus in een agile organisatie organiseer je dat ook met andere teams samenwerkt eigenlijk. Dus op die manier proberen wij dat te doen. Maar op de achtergrond van een organisatie die in een context zit die ongelooflijk qua technologie beïnvloed wordt en zeer snel verandert, zoals gans de wereld, maar ten opzichte van andere organisaties toch nog meer onderhevig is aan technologieveranderingen. Dus het vraagt veel, denk ik, van mensen om bij te blijven, maar op die manier proberen we dat ook te doen en het ook een beetje plezant te houden. Ik denk dat leren ook best plezant mag zijn. We hebben dat misschien allemaal afgeleerd tijdens onze schoolcarrières. Maar het is eigenlijk iets wat toch wel dagelijks
inspanning vraagt, zowel van de medewerkers als van de organisatie, om tijd te maken, goesting te krijgen, die extra effort te doen. Dus blijft eigenlijk bezig zijn als het, om mensen mee te pakken in die veranderingen. Ja, je bent zelf, of je hebt zelf een master in pedagogische wetenschap. Heeft dat jouw visie op HR en op talentontwikkeling op een of andere manier gevormd? Ongetwijfeld waarschijnlijk wel. Maar het is een beetje iets grappig, want wij komen af en toe met generatiestudiegenoten samen en het is een beetje een team van diaspora. Dus we hebben voor onszelf eens gefilosofeerd van hoe komt het nu dat wij andere dingen gaan doen zijn. Dus we hebben pedagogische wetenschap een beetje herdoopt als een managementwetenschap, omdat pedagogie vertrekt van ontwikkeling, verandering, hè, dus naar iets waar je mensen begeleidt, ontwikkelt en dat je ook vertrekt van een fundamentele geloof in ontwikkelbaarheid. Niet in de absolute termen, maar wel ergens in de binnen context en binnen beperking van ontwikkeling. En je gelooft ook in verandering, dat mensen kunnen veranderen. En dus ik denk het fundamentele geloof van veranderen is mogelijk, veranderen doe je samen met anderen en leren is belangrijk. En in die verandering en leren doe je op verschillende manieren. Dat zijn dingen die ik zeker uit de opleiding mee gepakt heb en die vandaag ook nog maken dat ik op een bepaalde manier in die job sta. Ja. Ja. Maar als we het over leren hebben, Christine, jij bent niet enkel CEO van Lijncom, maar je runt ook mee All About Sea, een evenementenbureau. Ja, je leidt twee bedrijven. In welke mate verrijken die twee jobs elkaar? Oh, sowieso, ik ben altijd intrapreneur geweest. Dus ik heb altijd in dienst geweest voor bedrijven waar dat ik werkte alsof dat het mijn eigen bedrijf was. Dus in dat opzicht maakt het niet zoveel verschil. Ik ben samen met mijn partner, waar dat ik ook ex-collega mee ben, want wij hebben samen elkaar op het werk leren kennen, ben ik in 2020 All About Sea gestart. De juiste timing, hè? Midden in corona en evenementen en projecten. Maar bon, voor haar wel een grote stap, want een mooie job laten staan en van nul af aan beginnen is best wel moedig. Ja. Ik heb haar gesteund, geholpen, gepusht, zoals dat ik doe met de medewerkers bij Lijncom. Ja. En zij voert uit en zij doet dat perfect, maar ik blijf in hoofdberoep wel altijd meer betrokken bij als CEO van Lijncom, omdat dat mijn hoofdberoep is. En daarnaast geeft mij dat ook nog tijd om in wat raden van bestuur te zitten. Dus het is een combinatie en ik denk ook dat we in de toekomst gaan meer en meer zien dat mensen dergelijke jobs combineren. Dat ze tegelijkertijd ondernemer zijn en misschien nog wel ergens in een andere positie zitten. Dus ik vind het perfect aanvullend en mij heeft het zeker verrijkt. En het is ook wel fijn om het zelf te ondernemen. Dat kan ik toch niet ontkennen. Ja, dat kan ik zien. Januari ja. Ook best wel bevestigen, moet ik zeggen. Met Zigzag HR gaan wij zo elk jaar, hè, in december brengen we ons ultieme trendrapport uit. Trends in HR gaan vaak veel meer richting rages binnen HR, vind ik nu zelf ook wel. We zijn nu 7 maanden ver in het jaar. Het leek ons ook wel eens goed om zo tussentijds een evaluatie op te maken van die trends. Wat komt daar nu vanuit en waar ligt HR op dit moment nu echt wakker van? We zijn daarvoor in een aantal rapporten gedoken, maar we zijn ook gewoon eens heel simpel de meest gelezen artikels op onze website gaan analyseren. En daar kunnen we nu toch wel een zestal trends gaan uithalen waar de HR dit jaar echt wel mee bezig is. Ten eerste is well-being, niet zozeer of niet enkel fysiek of mentaal well-being, maar echt het volledige plaatje, financieel welzijn en zo verder zit daar ook bij. Diversiteit en inclusie, waar dat vorig jaar nog lager op de prioriteitenlijst van de HR stond, is dat dit jaar echt wel naar de top gegaan. Flexibilisering, flexibilisering individueel, maar hoe gaan we dat fair houden in teams en hoe houden we het betaalbaar voor het bedrijf? Vooral dat ook. De veranderende rol en skills van HR zelf is er eentje. Alles wat managing workforce-ecosystemen is en generatie Z. Dat zijn zo de zes trends waar ik maar jullie misschien toch ook wel eens even over wil hebben. Ik stel voor dat jullie er elk eentje uitpikken en er eens even op ingaan.
Jan? Christine, doe maar. Ja. Wel, dan zou ik spontaan Wellbeing kiezen. Niet toevallig omdat we met All About See Well at Work hebben georganiseerd, maar omdat ik Wellbeing, het goed zorg dragen voor de mens, gewoon als persoon ook belangrijk vind. In een organisatie hebben we als leidinggevende ook wel die verantwoordelijkheid om dat eigenlijk goed te houden en om daar de nodige aandacht aan te geven. Maar ik denk als je maatschappelijk kijkt hoeveel langdurig zieken er vandaag zijn, dat het echt iets is waar dat we nog veel meer aandacht moeten aan geven, zodanig dat mensen op een goede manier de combinatie kunnen maken tussen hun werk en hun privéleven, ook met gezondheid bezig zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf bij Lijncom ook een programma opgestart waarbij dat ik echt wel daar regelmatig in meetings op terug zal komen en waar dat ik de mensen ook echt wel stimuleer. En waar dat ik ook een budget uitgetrokken heb, zodanig dat ze zich ook elk individueel, want er is niet zoiets als één oplossing voor die voor iedereen geldt. Maar ik vind het een heel belangrijke, omdat het maatschappelijk nog aan belang zal toenemen. En dat we daar als leidinggevende een zeer belangrijke rol hebben. Maar ik zeg ook altijd, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm. Ik kan mijn checkboek bovenhalen, maar als zij er niks mee doen, dan blijft het, dat klopt. Dan blijft het geen moeite, niet de moeite waard. Dus voilà. Maar de anderen zijn ook zeer interessant. Dus ik stel voor, Jan. Eentje hadden we gezegd. Ja, nu ben ik verplicht om een ander te nemen. Ah, je wou dat ook niet. Nee, toch niet. Maar ik heb echt getwijfeld tussen twee. Nee. Dus aan de ene kant, ik zal direct zeggen wat ik denk, nee, maar flexibilisering versus fairness, betaalbaarheid. Dat is zo gans het idee van rechten en plichten. En waar zitten de grenzen van de organisatie? Vind ik verschrikkelijk belangrijk thema, maar ik zou dan toch willen kiezen voor managing workforce ecosystemen. Ik ga onmiddellijk toelichten waarom. Ik denk, ook voortbouwend op jou, dus langdurig zieken, ik noem het in het Engels tegenwoordig een mooie human energy crisis, maar ik denk dat veel van de oplossingen van hoe dan we mensen in duurzaam werk en zinvol werk en dergelijke hebben, dat veel van die oplossingen eigenlijk niet binnen de grenzen van één organisatie zitten, maar kunnen opgelost worden over organisaties, over sectoren. En voor mij is die managing workforce ecosystemen eigenlijk juist de waarde van dat concept om mensen over grenzen van organisaties duurzaam aan de slag te hebben. Ik vind dat er echt veel te veel grenzen zitten, arbeidsrechtelijk, maar ook maatschappelijk, tussen verschillende sectoren. Christine gaf het ook aan, je kan ondernemer zijn en aan de andere kant toch ergens medewerker in een organisatie. Maar dat geldt ook voor overheid versus privé, school, sociale sector. Dus managing workforce ecosystems als oplossing voor een stukje zinvol werk voor velen en duurzaam werk over een langere periode is voor mij eigenlijk het thema dat we zouden moeten vastpakken. En bijkomend lijkt me ook wel voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Ook, ja. Dus ik denk dat het een win-win is. Ja. Ja. Oké, goed. Dat doet mij enkel maar bevestigen. It's a great time to be in HR. Uitspraak dat wij heel vaak doen, om niet te zeggen elke keer doen. Maar wij werden daarover laatst ook wel op gechallenged. Hè? En misschien omschrijft Dickens het beter. Hè? It's the best of times, it's the worst of times. Hoe kijken jullie daar naartoe? Is het effectief die super toffe tijd om in HR actief te zijn? Een geboren optimist, dus ik denk ja. Uiteraard, er is zoveel aan bewegen. Ik vind bijvoorbeeld enorm boeiend de verschillende generaties die samen aan de slag zijn. En hoe dat je die samen kan laten werken en hoe dat je daarmee omgaat. Dus we staan voor vele uitdagingen, maar er is ook heel veel te leren voor ons als mens, als persoon, als organisatie. Dus ik ben eigenlijk wel vrij positief. Oké, heel fijn om te horen. Aansluitend bij positivisme, maar als je een lifetime achievement op de markt krijgt, dat betekent dat er een zekere lifetime achter u ligt, hè. Ja. Toch professioneel, ik wil die nog voor mij ligt, want dat is een beetje het dubbele aan zo'n woord. Maar dat betekent ook dat je toch terugblikt op andere periodes en of gelijkaardig. Ik vind eigenlijk elke periode is a great time to be. En dat is het optimisme, denk ik.
It's the time you make of it. Om dan in het Engels verder te gaan. And every time has its zeros and every generation has its zeros. Dus ik denk eigenlijk de kans pakken die er ligt vandaag, morgen, overmorgen of gisteren. En het leuke nu, of de kans die er ligt, denk ik, is dat in de huidige periode veranderingen veel intensiever nog zijn geworden. Dat die veranderingen ook veel testen van de mens eigenlijk in een organisatie. En dat creëert juist opportuniteit, denk ik, voor mensen in HR, maar ook leidinggevenden in het algemeen, om juist dat verschil te maken. Denk ik. Ja. Dus, ja, ik zal me aansluiten. Okay. Maar ik sluit me ook aan bij Dickens. En zo zijn we toch diplomatisch als Lifetime Achievement Award winnaar. Ja. Dat brengt me misschien tot een laatste vraag, Jan. 30 mei 2024 organiseren we de tweede editie van de Zorro Awards. Wie zou volgens jou de volgende Lifetime Achievement Award winnaar mogen worden? Of wie zou zich op zijn minst moeten genomineerd zien? Hier ga ik nu echt met een joker inzetten en de diplomaat zijn. Ik heb erover nagedacht. Dus ik dacht, ik heb dat nu... Ik ga zorgen dat ik de juiste woorden gebruik. Ik heb gezegd, elke professional in HR die met passie, kennis, ambitie, maar ook toch een stuk zelftwijfel op pad gaat en gegaan is om organisaties te versterken. Dat betekent een toekomst te creëren eigenlijk, op te bouwen, maar vooral samen met de mensen die in die organisatie zitten en ook te zorgen dat de sterktes van die mensen tot uiting komen binnen of buiten die organisatie op termijn. Dus daardoor te investeren. Als dat geen diplomatiek antwoord is. Een warme oproep. Ja, dat is een zeer diplomatisch antwoord. Ja. Maar ik ben er ook zeker van dat onze luisteraars en kijkers zelf best wel iemand in gedachten hebben die genomineerd kan worden voor die award. Nog eventjes wachten met het nomineren, begin er al over na te denken. We zien die nominaties binnenkort graag binnenkomen. Maar tot dan zou ik zeggen, it's a great time to be in HR, wat Dickens ook zegt. Tot de volgende keer. Dankjewel Jan, dankjewel Christine. Dankjewel. Dankjewel, Christine. Dank, Sven.